Welkom bij paragraaf 2.3 van globalisering over de politieke en culturele dimensie van globalisering. Waar gaat deze paragraaf over? Het gaat over het liberaliseren van de wereldeconomie, global governance of localisering, Europeanisering versus Amerikanisering, het ontstaan van een global culture. Eerst maar eens even kijken naar de World Trade Organization. De WTO wil eigenlijk heel graag de belemmeringen afschaffen die bestaan in de handel om het vrije marktprincipe te verbeteren. Wat zou hier nou een voorbeeld voor kunnen zijn? Nou, er worden nog steeds importheffingen gevestigd op bepaalde producten. Een voorbeeld: de Verenigde Staten heeft dat onder Trump voor elkaar gekregen. De producten vanuit China die worden veel en veel duurder gemaakt, waardoor het aantrekkelijker is om lokaal geproduceerde goederen aan te schaffen. Nou, de WTO wil dit juist niet. Zij willen juist het kapitaalverkeer stimuleren, dus dat het vrij is. Een vrij verkeer van personen creëren en handelsbarrières afschaffen. En zoals deze spotprint een beetje laat zien, het zorgt voor welvaart, maar wel vaak voor de mensen in het Westen. Dus de rijkeren gaan erop vooruit, maar de kloof tussen arm en rijk kan er door groeien. Nou, global governance of localisering. Wat is nou localisering? Dat is het produceren van producten op een plek waar de natuurlijke hulpbronnen zich bevinden. Waarom zou je dat doen? Dit zorgt ervoor dat de kosten, transportkosten, afnemen. En op het moment dat jij de grondstoffen gaat transporteren naar een andere plek waar deze vervolgens verwerkt worden, kost dat gewoon meer geld en meer moeite. En dat maakt producten mogelijk onnodig duur. Nou, wat is dan het gevolg voor de globalisering? Globalisering en localisering gaan niet hand in hand, want bij localisering wil je juist dat je producten op eigen bodem gemaakt worden, zoals ik net al zei over Amerika. Dus globalisering neemt minder toe op het moment dat je lokaliseert. Nou, wat zijn de gevolgen? Je stimuleert lokale markten, waardoor dus die kloof tussen arm en rijk, die je bij globalisering juist vergroot, moet afnemen. Global governance, dat zijn eigenlijk de organisaties op wereldniveau, zoals de World Trade Organization. En die stimuleren enigszins de globalisering op het moment dat je bedrijven, lokale bedrijven, de kans krijgen hun producten op de wereldmarkt te brengen. Maar ze kijken heel erg goed naar die lokale bedrijven, want ze willen wel dat die een eerlijke kans krijgen. Dus dat de multinationals niet de lokale markt overnemen. Nou, wat is het resultaat? Resultaat is de verbetering van export vanuit de landen die minder geld verdienen. Gevolgen: bedrijven verdienen meer geld. Hier zie je een aantal spotprenten. En wat je ziet, rechtsbovenin, iets in Amerika dat heel lang gespeeld heeft, organic food en fresh local products. Dat zijn dus producten die lokaal gefabriceerd zijn en op de lokale markt aangeboden zijn. Dat is enerzijds positief. Anderzijds zie je een plaatje van Rusland. Je ziet China, je ziet Amerikaan, je ziet Europa. En de wereldspelers spelen de bal. En dan heb je het met global governance te maken. In Europa probeert je bij te komen, maar lukt het niet. Nou, hier zien we nog meer. Ook weer een beeld van bedrijven, multinationals die overal zitten. Nogmaals, je kunt dus kijken naar het liberaliseren van de wereldeconomie. Als je denkt dat het goed is voor de wereldeconomie. Maar toch zie je dat er landen gaan achterblijven. Dan die global governance of localisering. Global governance is natuurlijk positief op het moment dat je je lokale bedrijven meeneemt. Maar localisering kan beter zijn
omdat je daarmee je lokale winkels en lokale werkgelegenheid stimuleert. Dan nog de Europeanisering versus Amerikanisering in de global culture. Je ziet natuurlijk de invloed van de Amerikanen overal ter wereld. Grote bedrijven als McDonald's zitten overal. En wat zijn er de gevolgen van? Nou ja, dat lokale tradities mogelijkerwijs verdwijnen. En wil je dat? Nou ja, eigenlijk niet. Dus je moet heel erg goed opletten en eigenlijk zou een combinatie van deze twee misschien wel het beste zijn.